Het is fijn dat u luistert naar deze CD met een belangrijk onderwerp. Een onderwerp die ik getiteld heb, maakt het enig verschil om te weten wie Israël is. U hebt op de hoes van de CD zien staan dat wij heten Ecclesia Evangelicorps Holland, kwartiermakers van het Koninkrijk Israël onder het Nieuwe Verbond. Wij zijn kwartiermakers. En een kwartiermaker is dus iemand die het leger vooruit gaat en zorgt voor onderdak. En dat in de breedste zin van het woord. Dat is vandaag aan de dag nogal actueel, omdat onze jongens zo'n beetje over de hele wereld zijn uitgewaaierd met allerlei conflicten die momenteel aan de gang zijn. En dan hoor je met regelmaat dat er een kwartiermakersgroep vooruit gaat om voor die mensen die komen gaat een kwartier te maken, dus hun verblijf. En zo is ons korps ook opgericht. Wij hebben een opdracht van de Heere gekregen om aan zijn volk te vertellen, dus aan Israël, dat zij kunnen terugkeren tot hun God. En ik moet u zeggen, dat is geen gemakkelijke taak, maar wel een hele dankbare taak. En dat probeer ik. Om door middel van lezingen en het geven van Bijbelstudies, om mensen nieuwsgierig te maken wat de Bijbel ons leert omtrent Israël. En als ik dan zo'n avond verzorgd heb en we hebben dan wat pauze en dan mensen stellen dan wat vragen, dan komt altijd de vraag, is het nou belangrijk om te weten wie Israël is? Soms merk ik ook al mensen dat ze wrevelig zijn als ik heb aangetoond dat Israël voor God geweldig belangrijk is. Ik denk dat de meesten zich dan gepasseerd voelen, want de mensen die komen en die zeggen geloven in de Heer Jezus, dat is heel dankbaar. En ze zijn lid van een kerkgenootschap, maakt niet uit welke. Dan hebben zij geleerd dat zij als Nederlander, dat ze als heiden geënt zijn op Israël. En nou vertel ik een verhaal die zij nog nooit hebben gehoord. En dat geeft een vrevel. En daarom is het belangrijk dat we weten of dat belangrijk is dat God ons deze taak heeft gegeven. Ik wil dus dan ook beginnen met een vraag te stellen. Als wij God lief hebben met heel ons hart en verstand en kracht, en wij geloven in zijn Zoon, de Heer Jezus, dan is het absoluut nodig dat wij weten wie Israël is. Alleen de naam Israël is voor veel christenen onbekend. Christenen weten niet wat Israël betekent. Jacob werd na de worsteling bij de rivier de Jabok, vlak voordat hij zijn broer Esau zou gaan ontmoeten, heeft hij geworsteld met een engel. En daar wordt zijn naam Jacob veranderd in Israël. Het is een Hebreeuws woord wat inhoudt, dat betekent worstelen, strijder met God, of prins met God, vorst met God. Dus God heeft Jacob die naam gegeven, en daarom is die naam heel belangrijk. Nou, wat voor verschil zal dat uitmaken? Nou, in antwoord op deze en andere vragen moeten we ons oor te luisteren gaan leggen bij de apostel Paulus. Hij is de allergrootste getuige van alle theologen die ooit op de aardbodem hebben rondgewandeld en zouden rondwandelen. Kunnen wij Paulus toestaan
dat hij de apostel, want hij wordt dan de apostel van de heidenen genoemd, om het aan ons te vertellen wie een Israëliet is. De apostel Paulus was zelf een Benjaminiet, een Israëliet in ras en geloof. Hij komt uit het koninkrijk Juda en men praat heel makkelijk woord Israël-Jood. En dat is een absolute verkeerde beschouwing. Paulus is een kenner. Paulus is een kenner van het woord van God. En hem wil ik regelmatig aanhalen in deze uiteenzetting of het belangrijk is om te weten wie Israël is. De naam Israël verschijnt 2290 keer in de Bijbel. Het is een familienaam van duizenden, ik moet u zeggen miljoenen mensen. Dat kunt u lezen in Genesis 24 vers 60. Die afstammen uit de lendenen van Abraham, Isaac en Jacob Israël. Het woord Israël is in de Bijbel nooit vervangbaar voor het woord Jood. Deze zijn absoluut niet synoniem. Alle afstammelingen van Juda zijn Israëlieten, maar niet alle Israëlieten zijn Judeërs. De naam Juda verwijst altijd naar de afstammeling van de stam Juda, of de inwoners van Palestina gedurende de leeftijd van Jezus Christus. En bevat mensen van Juda, Benjamin en Levi. En individuele personen uit andere stammen. De naam Jood wordt gebruikt na de Babylonische ballingschap. En deze naam wordt ook, en helaas moet ik dat zeggen, gebruikt door bastaarden die aanspraak maken op de plaats van Juda en deze willen innemen. Zij aanvaarden het Judaïsme om zodoende het gehele erfrecht van Israël voor zichzelf op te eisen. Zelfs de geregelde lezer van de Bijbel zijn verbaasd wat de Bijbel maakt met betrekking tot Israël en het koninkrijk. Bijvoorbeeld in Romeinen 9 vers 4 tot 5, daar maakt Paulus de volgende belangrijke verklaring duidelijk met betrekking tot Israël. Het is altijd heel verstandig om die teksten zelf in uw eigen Bijbel te lezen. En als u werkelijk een kind van de Heer bent en beleidt dat u zijn geest bezit, dan zult u gaan zien dat die geest van God ons, u en mij, de volle waarheid laat zien. Daar staat hij garant voor. Maar wij mensen hebben heel veel verkeerde leringen geleerd. We zijn van jongs af aan met sommige dingen gepokt en gemazeld of geïndoctrineerd. Paulus leert ons dat ons denken moet worden vernield. Paulus maakt duidelijk aan de heiligen die te Rome zijn, want die brief is niet aan Romeinen geschreven, wat veel mensen denken, maar aan de heiligen die te Rome zijn. En dan kom je dat woord heiligen tegen. En heilig betekent in Bijbelse zin altijd apart gesteld. God heeft een volk die heilig is. Apart gesteld van de andere volken. Heilig betekent niet dat je vroom bent en volmaakt bent. Maar je wordt apart gesteld. Nou, Paulus schrijft aan die apart gestelde te Rome het volgende. Immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanleiding tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte,
Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, dus de gezalfde, die boven alles God te prijzen is tot in eeuwigheid. En dan zegt hij amen, het zij zo. Dus Paulus schrijft aan die heiligen te Rome dat zij Israëlieten zijn en dat hunner is de aanneming tot zonen. In de opwekkingskringen lees je heel makkelijk of je hoort menigmaal in een preek dat we Jezus moeten aannemen om een kind van God te worden. Maar hier staat aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst. Met andere woorden, alles wat God ooit over Israël als belofte heeft uitgesproken, wordt hier door Paulus op de Israëlieten die te Rome wonen uitgesproken. En wij worden toch genoemd Nieuw-Testamentische Christenen. Het Oude Testament is gesloten, daar kijken we alleen nog maar in als we dat nodig hebben voor wat teksten, om onze preken te verfraaien. Maar het Nieuwe Testament is voor ons maatgevend. Ik kom dat heel regelmatig tegen als ik kerkbezoeken. En dat doe ik nog wel eens om te luisteren wat predikanten en evangelisten en dat soort mensen allemaal zeggen omtrent dat woord van God. U heeft Romeinen in uw handen. Dat is belangrijk. Het Nieuw Testament. Dus in het Nieuwe Testament vertelt Paulus aan die heiligen die te Rome zijn dat hunner is de aanneming tot zonen, de heerlijkheid en de verbonden. Dat is niet een tekst die je zomaar over het hoofd kan zien. Daar zit alles in die God met Israël als contract heeft gegeven. Daaraan zijn naam heeft verbonden. Dus wij moeten uiterst voorzichtig zijn om daar niet overheen te walsen of dat te negeren. Daarom is het belangrijk dat we gaan kijken wie Israël is. Ik kwam vele jaren geleden tot die schokkende ontdekking, toen ik voor het eerst de Bijbel ging bestuderen, dat ik alles maar tegenkwam wat genoemd werd Israël. En toen ik de Bijbel uit had, toen dacht ik, de hele Bijbel is aan Israël geschreven. Na die tijd heb ik het ernstig bestudeerd en het blijkt, de Bijbel is alleen aan Israël gegeven. Het is een boek van een vader die aan zijn kinderen schrijft, nageslacht. En dit vergt een grote kennis van de Bijbel om te beseffen dat Paulus de hele Bijbel betrekt in zijn verklaring omtrent Israël. Hij zegt de aanneming, de heerlijkheid, de verbonden, de wet, aanbidding van God en de vele beloften van de Bijbel. En zelfs Jezus Christus heeft zichzelf gereserveerd voor Israël. Voor wie? Voor de mensen van het boek. Met de eerste oogopslag kan de betekenis van die verklaring die door deze grote apostel gemaakt is, wanneer wij echter deze zaak nader gaan bekijken, zijn deze aankondigingen een bomaanval binnen de wereld van de theologische universiteiten. Dat is ook zo. Dat was in mijn eigen leven ook zo. Toen ik ging ontdekken wie Israël was en aan wie de Bijbel geschreven was, lag mijn hele denken en gevoel overhoop. Maar wanneer de as en het stof en de rommel verwijderd is, want we hebben in ons leven heel veel stof en rommel over ons geloofsleven horen uitstorten en gezien, dat we door de bomen het bos niet meer zagen. Als dat helemaal is neergedaald en opgeruimd en wij een mooi vergezicht hebben vanuit het woord van God, dan gaan we Romeinen 9 vers 4 en 5 begrijpen. Want die staat bovenaan de lijst van God. Met andere woorden, als wij dit gedeelte niet verstaan, zullen wij nooit de rest van de Bijbel begrijpen. Als de aanneming
aan Israël behoort, dan wordt een even oud landmerk van de moderne prediking uitgedaagd. Bijna alle kerken in de hoofdstroom van het christendom past deze aanneming op niet-Israël toe. Dat de aanneming aan Israël behoort, zal zelfs meer relevant zijn wanneer u in gedachten houdt dat Galaten 4 en 5 en Efeze 1 vers 5 de schakel is tussen het fysieke en de grote aanneming bevestigt. We lezen Galaten 4 vers 5. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Dus Paulus schrijft hier heel simpel aan de Galaten, om hen, en alleen Israël is het enige volk op aarde die van God een wet heeft gekregen, om die vrij te kopen. En dan zegt hij gelijk, opdat wij, hij was dus een Israëliet, het recht van zonen zouden verkrijgen. Israël was het uitverkoren volk van God, maar had gezondigd en God heeft zijn volk tijdelijk voor zijn aangezicht moeten wegzenden. Dat moeten we nooit vergeten. En God zou ze terugkopen. Dan zegt hij in Efeze 1 vers 5, hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Dat deze aanneming exclusief aan Israël behoort, zal geen verbazing teweeg brengen voor diegenen die het Oude Testament kennen. Want het noordelijke koninkrijk van de 10 stammen, als ook het grootste gedeelte van Juda en Levi, zijn in ballingschap tussen de volkeren verstrooid. De profetieën zijn eenstemmig over de belofte dat de gescheiden, verstrooide Israëlieten kinderen van God zouden worden. Hoe? Door aanvaarding van het evangelie. Hosea 1 vers 2, hoofdstuk 2 vers 23. Het gescheiden huis van Israël in de verstrooiing zijn vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen ten aanzien van die verbonden. Efeze 2 vers 12. En dit is het onderwerp van de grote aanneming die wij in het Nieuwe Testament vinden. Je moet eerst het Oude Testament goed kennen en de strekking en het plan van God met de wereld en daarin Israël die daar de hoofdrol in speelt, voordat we met het Nieuwe Testament gaan stoeien. Veel doen het dus niet. Veel christenen lezen alleen het Nieuwe Testament. Er wordt veel uit het Nieuwe Testament gepreekt zonder het Oude te kennen. U moet ook bedenken dat de apostelen en ook de Heer Jezus zelf geen Nieuw Testament bezaten. Het was er nog niet. Dus als zij predikten en leerden, citeerden zij altijd uit het Oude Testament. Dus als Paulus praat tegen die heiligen die te Rome zijn en de brieven die hij schrijft aan de andere gemeente, heeft hij het Oude Testament op het oog. En die legt hij uit aan die mensen. En die kenden dat en die begrepen dat. Nou komen we ook te maken in het Nieuwe Testament met een woordje wat ik een heel naar en vervelend woord is. Het is ook een hele vreemde vertaling. Maar ja, de vertaling is niet altijd correct gebeurd. Want laat maar zeggen, de Geest van God heeft die Bijbel wel laten schrijven. Maar er zijn toch altijd weer vertalers die het altijd voor elkaar krijgen om andere dingen te vertalen. Waardoor je een heel ander zicht op de zaak krijgt. Dus we moeten altijd als bijbelleraars goed kijken wat staat er in de grondtekst. Nou, voor het woordje heiden staat in de grondtekst etnos. En etnos betekent een volk van dezelfde samenstelling, wet en alles wat erbij zit. En een etnos kan elk volk zijn. Chinees, Afrikaans. Dat maakt allemaal niet uit, het kan een etnos zijn. Maar als het om Israël gaat, dan staat er een ander woord, vooral in het Grieks,
Dat heet labels, wat uitsluitend voor Israël gebruikt wordt. En daarom is het verstandig om te kijken, als er staat heidenen, welke heidenen dan worden bedoeld. De apostel Paulus, de apostel zogenaamd van de heidenen van de volkeren, dus als je een predikant hebt die niet heidenen zeg maar volkeren, dan begint hij al een klein beetje op de goede weg te komen, die is door de Heer Jezus zelf aangesteld om niet naar de volkeren buiten Israël te gaan, want dat heeft God altijd verboden. Israël mocht zich niet verzwageren of omgaan met andere volkeren, maar uitsluitend met Israël. Want Israël was voor zijn aangezicht weggezonden. Nou zijn die heidenen van het Nieuwe Testament, die verloren schapen van het huis van Israël, die uit de duisternis zijn geroepen en opnieuw zijn aangenomen, opnieuw geënt in de olijfboom, Romeinen 11. Weer terug in de natuurlijke wortels van Israël, waaruit zij oorspronkelijk zijn voortgekomen. De volgende theologische complicaties van de verbintenis tussen gescheiden Israël en de beloofde aanneming is genoeg om de naald van de rechterschaal uit zijn houder te laten springen. Nou, dat is altijd wat ik ook met mijn lezingen ontdek, dat ik aantoon dat wij Nederlanders, Noordwest-Europeanen, dat die afstammen van een van de stammen van Israël. Nou, dan gebeurt er altijd een soort aardbeving. Iemand altijd glimlachen hoe mensen opspringen en dan allerlei opmerkingen maken. Maar in werkelijkheid is er geen Bijbels gezag van welke aard dan ook om een veelrassige kerk in Nederland of enig ander deel van de westerse wereld te stichten. Want in en ding, in het lichaam van Christus, is de allergrootste aanneming die alleen aan Israël behoort. De mensen van het fysieke Israël zijn diegenen die nog geënt en verenigd moeten worden met Juda om het lichaam van Jezus te vormen, de Ecclesia. Dan hoort u ook gelijk de naam die wij dragen, niet een verzinsel is van onszelf, omdat we maar een naam hebben gekozen. Nee, Ecclesia betekent uitgeroepen uit. Israël is uitgeroepen, een heilig volk, maar daaruit is de gemeente, het lichaam van Jezus, geroepen. En is absoluut geen multiculturele kerk zoals we dat ons vandaag aan de dag willen doen geloven. Israël moet opnieuw geënt worden in zijn verlosser. Hij is die grote barmhartigheid. Hij heeft zijn kostbaar bloed gestort omdat Israël opnieuw geboren zou kunnen worden. Ik leg altijd de nadruk op dat Israël verloren was en opnieuw moet worden aangenomen. Weet je, in prediking wordt zo heel makkelijk, en dat kan ik ook wel begrijpen, als zo'n predikant of zo'n voorganger op zo'n preekstoel staat en hij spreekt tegen die mensen in de kerk, dan wil hij het daar tegen hebben. Dan wil hij alles wat in die Bijbel geschreven staat zo graag aan die mensen geven. Dat is logisch. Maar de Bijbel, die houdt er alleen maar rekening mee dat hij schrijft aan een bepaalde groep. Maar aangezien Israël zijn identiteit is kwijtgeraakt, en geloven heeft dus te maken met een identiteit, moet je eerst leren wie je bent. En dat is belangrijk. Dus, wat heb je nou vandaag in de dag, in de 21ste eeuw? En dat hebben we te danken, omdat in de 19e eeuw men is begonnen met zending te bedrijven aan volkeren buiten Europa. Want die zending, zoals wij dat kennen, is helemaal nog niet zo oud en is een particuliere initiatief geweest. Nou, maar de Bijbel kent dat niet. Jezus heeft ook nergens opdracht gegeven om naar volkeren te gaan buiten Israël. Maar het gaat een beetje buiten deze referaat, want dan hebben we andere geschriften voor waar we heel duidelijk al deze zaken mooi op een rijtje zetten.
De theologische ondersteuning voor de opbouw van een veelrassige kerk vond plaats gedurende de eerste helft van de 20e eeuw. Toen werd de lering dat die aanneming van de niet-Israëlieten in zwang kwam toen men zending ging bedrijven in de derde wereld. De hoofdstroom van het christendom heeft zijn theologische vesting gebouwd op de niet-adamitische natiën, op alle rassen en volkeren die niet aan Israël behoren. De schrift plaatst echter een directe uitdaging voor deze aanneming of inenting aan het fysieke Israël, die van God gescheiden is en onder de volkeren is verstrooid, maar volgens die belofte nog steeds leven en dat zij op een dag weer Gods volk zouden worden. De heerlijkheid behoort aan Israël. Het is niet alleen de aanneming die aan Israël is gegeven, de heerlijkheid behoort ook aan Israël volgens Romeinen 9 vers 4. Het voorrecht om in de tegenwoordigheid van de almachtige God van Israël te komen en in zijn heerlijkheid te wonen is een voorrecht dat alleen aan Israël is gegeven. Want die wolk van die Shekinah was overdag en het vuur was in de nacht. Die begeleidde Israël door hun omzwervingen door de woestijn. De wolk van verheerlijking heeft de tabernakel gevuld en later de ark van het verbond gevolgd door de tempel die Salomo heeft gebouwd. De glorie van de eeuwige God was een geestelijke verschijning die alleen voor Israël gereserveerd was. Op grond van deze oude testamentische geschriften kon Paulus met recht tot de gevolgtrekking komen dat dit voorrecht om in gemeenschap met God te leven en zijn heerlijkheid te aanschouwen een speciale zegen is die alleen voor Israël is gereserveerd. De 10 stammen van Israël van het noordelijke koninkrijk die gescheiden waren van God hadden hun geestelijke gemeenschap met hem verloren. Gescheiden Israël volgens het woord van God zal, dubbele punt. We lezen Hosea 3 vers 4. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Dit gedeelte van Israël, dus die 10 stammen, zijn gescheiden van hun God en werden vervreemd van het burgerschap van Israël. Efeze 2 vers 12. Daar worden ook al hele theorieën over gedaan, over dat vervreemd worden, dat die tussenmuur tussen Israël en de heiden is afgebroken. Allemaal nonsens, dat is niet wat er staat. Want je kan alleen maar ergens van vervreemden als je er bezit van hebt gehad. Ik woon in Friesland, maar ben geboren in Leiden en ben weggetrokken. Ik woon al vele jaren buiten Leiden, dus ik ben vervreemd van Leiden. Als ik in Leiden kom, dan ben ik ook een vreemde in mijn eigen stad. Maar ik ben ook een vreemdeling in Friesland. Dat is altijd het ergelijke en het nare als je ergens wegtrekt en je vervreemd ergens van. Nou, Israël was vervreemd van hun God. God noemt zich de God van Israël. Ik kan er niet genoeg op hameren dat de mensen hun Bijbel zo verschrikkelijk slecht lezen. Als je aandachtig de Bijbel leest en je pretendeert de geest van God te bezitten, dan moet je daarover peinzen. Dat je op een gegeven moment gaat denken, hoe is het mogelijk dat ik als heiden, als je als heiden beschouwt, gelooft in de God van Israël. Maar zegt Hosea 3 vers 5, daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken en David hun koning en bevende komen tot de Heere en tot zijn heil in de dagen van de toekomst. Hier zit zo'n Israëliet die zich heeft bekeerd toen hij tot ontdekking kwam door de geest van God dat hij een Israëliet was.
Ik heb dat niet bedacht, dat zou onmogelijk zijn. De Geest van God heeft mij geleerd, door studie in het Woord van God, dat ik als Noordwest-blanke Europeaan afstamt van een van die schapen van het huis van Israël. Daarom kon ik mij bekeren en die gezalfde koning, want dat betekent Jezus, de Christus, de gezalfde, hem aannemen als mijn verlosser en redder en koning en alles wat daarbij zit. En zo ken ik Jezus. Jezus is voor mij die gezalfde koning van Israël. Het is niet een algemene Jezus die los te verkrijgen is. Jezus kan je nooit aannemen zonder Israël. Hij is Israël. Nou, Israël zou teruggeënt worden in het burgerschap van Israël door het bloed van Christus. En verwijst naar die aanneming of inenting van het gescheiden deel van Israël, dus die 10 stammen, die hadden een scheidbrief gekregen, niet dat andere deel, Juda. En daarom schrijft Paulus in Efeze 2 vers 13 en 14 het volgende. Hij zegt tegen die Efeziërs, dat zijn dus in wezen die verloren schapen die niet weten wie ze zijn, dus u en ik. Hij zegt maar thans in Christus Jezus, dus thans in die gezalfde Jezus, want we moeten de terminologie van de Bijbel goed leren kennen. Want je kan niet zeggen, Christus is iedereen. Je moet gezalfde zeggen, want gezalfde heeft, is een ambt. Je kan niet iedereen aannemen, je kan niet zeggen, ik ben een christen. In de Bijbel leren wij dat God een opdracht geeft aan de priesters om heilige zalfolie te bereiden. Op een bijzondere manier. En die mocht je niet zomaar gebruiken op niet bevoegde personen, want dan moest die uitgeroeid worden. En het is een type van de Heer Jezus. Iedereen is met me eens, die zegt, ja. De geest en de olie hebben te maken met het type. Nou, dan zegt Paulus, maar thans in die gezalfde Jezus, zijt gij, dus 10 stammen, die eertijds verafwaarts dichtbij gekomen, door het bloed van Christus, van die gezalde. Zie je dat het niet staat door het bloed van Jezus, maar door het bloed van die gezalde. Jezus is een gezalde, hij is aangesteld, hij heeft het ambt aanvaard van die gezalde die voor Israël was bedoeld. Want hij is onze vrede die 2-1 gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft. Nou, dan heb je het hier. Dat is niet de muur, het is een tussenmuur, het is niet een buitenmuur die Israël scheidt van de heidenen. Dat wordt altijd beweerd. Absolute nonsens. God kent een huis, het huis van Jacob. 12 stammen die gescheiden zijn in 2 koninkrijken. Je moet het maar eens lezen in de Bijbel. Dat zijn geweldig interessante geschiedenissen. En dan zie je hoe Israël zich tegenover God heeft opgesteld. En er was vijandschap tussen het noordelijke en het zuidelijke rijk. En dat heeft Jezus weggebroken, want hij wordt koning over heel Israël, die 12 stammen. Hij zal Israël en Juda weer herstellen. Dat heeft te maken met de verbonden. Paulus zegt dan ook verder dat de verbonden aan Israël toebehoren, niet aan de gemeente. Op welk ander volk ook, het behoort, dat Abrahamitisch verbond, en het verbond met Mozes met de 10 geboden, en ook het verbond met David, om de eeuwige troon, het nieuwe verbond, is alleen, let op, met het huis van Israël en het huis van Juda gesloten. U vindt dat in Jeremia 31, vers 31 tot 34. Volkeren buiten Israël hebben geen deel aan het nieuwe verbond, want ze hadden ook geen deel aan het oude verbond. God heeft alleen een verbond gemaakt met Abraham, Isaac en Jacob, met zijn eigen volk. U moet altijd de Bijbel lezen vanuit het perspectief van God, niet wat wij en de theologie ervan hebben gemaakt,
Want Jezus heeft gewaarschuwd dat er velen zullen komen en ons proberen te misleiden. De hele theologische wereld heeft niks anders gedaan, en ik zeg het gewoon rechtuit, en dat doet me echt zeer als ik het zeg, hebben ons altijd belogen en bedrogen. Daar moeten we voor oppassen. Als je als voorganger voor een gemeente staat en je predikt dat woord van God verkeerd, of dat je dat nou eens present of per ongeluk of uit onkunde, je moet er verantwoording van afleggen. Het Levitisch verbond daartegen was een eeuwig priesterschap en berust op een eeuwig verbond met God. En wordt bevestigd weer in Jezus de Messias, de Gezalfde. En is ook weer fysiek aan Israël gegeven. Nergens in de Heilige Schrift worden deze verbonden, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, ooit op niet-Israëlieten overgedragen. Ook worden zij niet aangepast en veranderd om inclusief om de hele wereld in te lijven of te gebruiken. Het feit dat de wet aan Israël is gegeven krijgt een geweldige betekenis wanneer wij beseffen dat Jezus de Gezalfde gekomen is, en ik heb het al aangehaald, Galaten 4 vers 5, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. De schrift zegt verder in Romeinen 5 vers 13, want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegekend als er geen wet is. Het woord zegt verder in Romeinen 4 vers 15, de wet immers bewerkt toorn, waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. De Heer Jezus is gekomen om diegenen die onder de wet waren, en dat is Israël, los te kopen volgens Galaten 4 vers 5. Waar kan een mens het duidelijker zien dan in dit schriftgedeelte? Hoe kan dan een veelrassige kerk hier worden ingevoegd in het licht van deze schriftgedeelte? De wet heeft op Israël betrekking en niet op iedereen op aarde. We gaan kijken, Psalm 147 vers 19 en 20. Hij heeft Jacob, dat zijn de 12 stammen, zijn woorden bekendgemaakt. Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus heeft hij aan geen enkel volk gedaan. En zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja! Hier is die eeuwige God aan het woord. En pas op dat wij dat niet verdraaien ter eigen voordeel. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt. En daarom is er voor ons zoveel werk te doen. Ik doe het al 30 jaar en ik zou u vertellen, het is heel zwaar werk om christenen te vertellen dat Israël zo belangrijk is. En als ik hun identiteit wil leren, dan kijken ze of dat ik van Mars kom. U moet voor uzelf maar de volgende schriftgedeelte eens lezen. U zet die geluidsdrager stil en u zoekt het in uw eigen Bijbel op. In Psalm 78 vers 5, Psalm 103 vers 7, Jesaja 51 vers 7, Exodus hoofdstukken 19 tot 24. Die wet wordt zo bevestigd door Paulus in Romeinen 9 vers 4. En nogmaals, is exclusief aan Israël gegeven. De aanslag van oorspronkelijke zonde, volgens Romeinen 5 vers 12, is tegen Israël gericht. Door de wet is kennis van zonde verkregen, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 20, hoofdstuk 7 vers 7 en in 1 Johannes 3 vers 4. Zonde is de identificering van wat mensen die dat doen, die onder de wet leven. Beide, de huizen van Israël en Juda, waren verantwoordelijk voor het houden van de wet. Maar omdat dat mislukte, hebben zij het verbond verbroken. Dus daar waren de instellingen en verordeningen die God aan Israël heeft gegeven om onder die vloek van de wet, zoals in Galaten 3 vers 13 en in Deuteronomium 28, werden zij daar geplaatst.
maar konden door Jezus Christus daarvan verlost worden. Daarom zijn ze ook vrijgekocht van de vloek van de wet. Je moet dus eerst onder de wet zijn om daarvan losgekocht te worden. Daarom is Jezus de gezalfde gekomen om Israël te verlossen. En nogmaals, bedenk goed dat zij het enige volk waren die onder de straf of vloek van de wet stonden. Nu, dan gaan we kijken naar de eredienst. De eredienst, of wijze van aanbidding, die aan Israël in de tabernakel, in de woestijn was gegeven, was de standaard voor en om wettig Israël om God te aanbidden. We lezen in Hebreeën 9 vers 1. Nu had ook wel de eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Alleen Israël had het voorrecht om hun God te dienen. Andere volken konden God absoluut niet dienen. Dat is pure nonsens. Die hadden hun eigen goden. Maar God wilde dat Israël hem diende. Want diezelfde aanbidding, die dus later vanuit de woestijn later in de tempel was, werd door Salomo voortgezet. En dit door de hele geschiedenis van Israël. Aan geen enkel ander volk op aarde is deze eredienst of manier van aanbidding gegeven. Beginnende bij Exodus 25 en dwars de rest van de Bijbel door, is de eredienst aan Israël bevestigd. Deze eredienst kreeg zijn hoogtepunt gedurende de heerschappij van koning David. In deze samenstelling heeft de eredienst zijn grote hoogte bereikt. David heeft bijvoorbeeld duizenden lofgezangen en muziekinstrumenten gehad die God gedurende moest loven en aanbidden. Daar werden de psalmen gezongen en waar de geest van God zich op een bijzondere manier gemanifesteerd heeft als typen van de toekomstige eredienst onder Jezus in het millennium wat aanstaande is. Diezelfde orde of manier van aanbidding die aan Israël in de woestijn is gegeven, zal de norm zijn wanneer het koninkrijk aan Israël hersteld zal worden, zoals we dat vinden in Handelingen 1 vers 6. Als u in uw samenkomst God looft en prijst, dan moet u hieraan denken dat het dan Israël is toegestaan en u eert die God van Israël. Ik verbaas me er ook altijd dat mensen niet doorhebben welke God zij dienen. Ik denk soms dat voorgangers proberen om die God van de Bijbel een soort universele God te maken die door iedereen maar aanbeden kan worden. Tegenwoordig is zelfs zover dat Allah in diezelfde lijn wordt gezet. En ik zal u vertellen, we worden zo ontzettend misleid dat we moeten oppassen dat we zeker weten welke God wij dienen. En de God van de Bijbel is de God van Israël en is de vader van onze Heer Jezus Christus. En zelfs Jezus is die gezalfde koning van Israël. Hoe kan je nou een koning aanbidden en van zijn volk niks wil weten? Ik verbaas me er altijd over dat christenen zo gemakkelijk met dat woord van God omgaan. Nu gaan we kijken naar de belofte, Romeinen 9 vers 4. De bevestiging van die belofte die aan Israël werd gegeven, deze begon met de roeping van Abraham toen hij uit het Ur werd weggeroepen en gaat door de hele geschiedenis van Israël heen. Deze beloften strekken zich eeuwenlang uit totdat die zal eindigen in het herstelde koninkrijk van God op aarde. Al de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en hun nageslacht dekten een groot deel van hun agenda van de gebeurtenissen tot in de eeuw der eeuwigheid van het herstelde koninkrijk van God. De beloften die aan Israël gegeven zijn bevestigt hen als de erfgenamen van Gods zegeningen.
Aan Israël behoren al de Bijbelse waarborgen en akten. Israël is het nageslacht waarop de zegeningen van God rusten. Deze zegeningen worden samengevat in een legioen van beloften die strekken vanaf Genesis tot aan Openbaring. Een korte samenvatting van de vele beloften die aan Israël gemaakt zijn, zal zich dadelijk veranderen in een grote ontvouwing van de Bijbelse waarheid. Aan Abraham was beloofd dat zijn nageslacht zal vermeerderen zoals de sterren van de hemel, Genesis 15 vers 5, en dat het land van belofte aan hem en zijn nageslacht na hem zal toebehoren als een eeuwigdurende bezitting. Psalm 105, vers 8 tot 11. Aan Abraham en zijn nageslacht is het eeuwige bezittingsrecht van het land Palestina gegeven. De huidige geografische grenzen van de huidige staat is in elk geval niet nabij de oorspronkelijke belofte die aan Israël gegeven zijn. Aan Rebecca, Isaaks vrouw, is beloofd dat zij de moeder van biljoenen mensen zou worden. Genesis 24 vers 60. Dit is beloofd aan het nageslacht van Jacob, een natie en een menigte van natieën zou worden. Genesis 35 vers 11. Dit zou een menigte van natieën op aarde worden, volgens Genesis 48 vers 16 en vers 19. Volgens de vaste getuigen van de zon, maan en sterren, Jeremia 31 vers 35-36, is beloofd dat Israël voor altijd als een volk zou blijven bestaan. Volgens de getuigenis van Gods verbond met dag en nacht. En is tevens aan David beloofd dat hij altijd een erfgenaam zou hebben op zijn troon. En de Levieten zijn verzekerd van een eeuwig priesterschap volgens Jeremia 33 vers 17 tot 26. Volgens dit verbond van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde heeft de eeuwige belofte dat dit nageslacht met de naam Israël altijd op aarde bestendig zal blijven. U hebt al een paar keer gehoord het woord nageslacht. En dat wordt letterlijk bedoeld, letterlijke nageslacht. Vandaag aan de dag in de hele evangelische wereld, in die prediking heet het allemaal, dat maakt niet uit. Iedereen kan Jezus aannemen en wordt daardoor een kind van God. Er wordt gesproken, lieve mensen, over nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. En nageslacht is absoluut niet geestelijk. Het is hetzelfde, dat dwaze, wat onze Nederlandse regering doet, door vreemdelingen toe te laten en hun een Nederlandse nationaliteit te geven. We hebben Nederlandse Marokkanen, Nederlandse Turken, Nederlandse Chinezen, we hebben Nederlandse Indianen. Wat hebben we allemaal niet die als één volk door de buitenwereld wordt gezien? Dat is absolute dwaasheid. Een Nederlander is diegene die afstamt van een volk. Aan ons is dit land gegeven, wij Noord-Europeanen, wij hebben dit land gekregen van God en het is ons land en wij horen erbij. En onze identiteit behoort aan ons toe. Je kan nooit je identiteit op een ander volk leggen. Dat is dwaasheid van de zogenaamde wereldverbeteraars die willen dat de wet van God door elkaar gehusseld wordt en liefst wordt afgeschaft. De Bijbel zegt dat de vos wel zijn haar verliest, maar niet zijn streken. Want zegt God door de profeet Jesaja, in hoofdstuk 66 vers 22, want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die ik maken zal voor mijn aangezicht, zullen blijven bestaan, luidt het woord dus hier, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. Nageslacht, sperma, nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. Dan gaan we kijken naar het lossingsrecht. Paulus laat de finale bom tot ontploffing brengen door tegen de Israëlieten te zeggen: hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft,
de gezalde die boven alles God te prijzen is tot heerlijkheid. Amen. Jezus is tot losser aangesteld omdat hij onze oudste broer is. Hij is van hetzelfde geslacht vanuit Abraham, Isaac en Jacob. En als wij ook van hetzelfde geslacht zijn, dan zijn wij broeders en zusters. Dat zijn we niet omdat we in Jezus geloven. Dat is wat we zeggen. Dat zijn ook allemaal van die... Dat woord van God wordt als een soort koppel gebruikt. Dat wordt te pas en te onpas gebruikt. Ik zeg zelden of nooit tegen iemand broeder of zuster. Dat heb ik vroeger wel gedaan. Maar als je op een gegeven moment met mensen omgaat en ze noemen je eerst broeder. Halleluja, hoe gaat het allemaal? En we zijn het niet met elkaar eens. Dan ben ik opeens een broeder en zuster niet meer. Maar de wet van God vertelt ons dat onze naaste onze bloedverwant is. Onze volksgenoot. Nou, hebben de moderne christenen niet zoveel aan die wet van Israël. Want ze willen het niet onderzoeken en er ook niet onder staan. Maar in die wet staat dat de naaste je bloedverwant is. Je volksgenoot. Nou, dus een Chinees kan nooit mijn naaste zijn. Dat zijn uitvindingen van theologen door middel van inlegkunde. En daarom gaat ons volk, God zegt zijn volk, Israël, te gronden aan gebrek aan kennis. Want Israël is een volk van priesters die dienstbaar moeten zijn aan de hele schepping. In die volgorde werkt God en niet andersom. Dus dat voorschrift wat Paulus zegt, hunner zijn de vaderen en uit hen, wat het vlees betreft, want Jezus is uit de familie, uit het vlees, gekomen om Israël, die onder de wet waren, vrij te komen. Dit is voor iemand die de schrift degelijk bestudeert, moet tot de slotsom komen dat Jezus, de gezalfde, als naaste bloedverwant losser is en gekomen is om zijn volk Israël te verlossen. Israël als ras en volk, zij stonden onder de slavernij van zonde en de dood door de wet. Er was geen enkele manier om zichzelf vrij te kopen of te redden. De wet van lossingsrecht vereist een eerstgeboren man zonder te komen om behoorlijk verzoening te kunnen doen. En niemand in Israël was zonder zonde dan alleen Jezus, de Zoon van God. Romeinen 3 vers 10 tot 11 en hoofdstuk 5 vers 12 staat het volgende. Gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Daarom gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen, het is door Adam. En door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen, tot alle Adamieten doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Denk erom, mensen die afstammen, want mensen betekent, het is een ander woord voor Adam, Adamieten. Jezus, de eerstgeboren zoon, een lam zonder vlek of rimpel van zonde, heeft aan alle eisen van de wet voldaan door een bloedoffer te geven. Om zich onder de wet te kunnen kwalificeren als naaste bloedverwant, als losser. U moet kijken in Leviticus 25 vers 47 tot 52. Moest een naaste familielid zijn. Jezus, het woord dat vlees geworden is, is aan Israëls vlees gelijk geworden om als nageslacht van Abraham uit de stam Juda, vanuit het nageslacht van David, daar staat ook in Romeinen 1 vers 3 en 2 Timotheus 2 vers 8, hij is gekomen om zijn naaste bloedverwant, dus Israël, die vlees van vlees was, volgens Efeze 5 vers 30, los te kopen uit de zonde en de dood. Dit was binnen de context van de wet van lossingsrecht. Daarom kon Jezus Christus zeggen, en let op, Jezus zegt het zelf in Matteüs 15 vers 24. Jezus zeide echter, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Eigenlijk staat in het Grieks, het is mijn keuze, ik ben gezonden, ik ben alleen maar gezonden
voor de verloren schapen van het huis van Israël, of met andere woorden, voor de 10 stammen die Lo-Ammi geworden waren en met een scheidbrief voor Gods aangezicht werden weggezonden. Mensen vinden dat nooit prettig als ik dat op lezingen aanhaal en er nadruk op leg dat Jezus alleen gekomen is voor het verloren huis van Israël. Nog niet eens voor Juda, want Juda had geen scheidbrief en was nog steeds volk van God. Nadat Jezus zijn eigen bloedverwanten heeft verlost, kon hij met recht tot zijn discipelen het volgende zeggen. Dus Jezus heeft op een dag ook tegen mij het volgende gezegd, wat in Matteüs 10 vers 5 en 6 staat. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij gebood hun, zeggende: wijk niet af op een weg naar heidenen, dus volkeren buiten Israël, gaat geen stad van Samaritanen binnen, dus dat waren gelijk in hun omgeving, begeef u liever, dat is mijn keuze, tot de verloren schapen te gaan van het huis van Israël. Dan moeten we ook niet verbaasd zijn als we Jezus horen zeggen, Johannes 10 vers 27, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Maar in tegenstelling zegt hij tegenover de Joden, waarvan iedereen denkt dat zij Gods volk zijn, en denkt dan, u moet uw Bijbel lezen. Hij zegt in Johannes 10 vers 26, zegt hij tegen de Joden, maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. En dan moet u oppassen dat u niet degene die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, tot leugenaar maakt. Door te zeggen, Joden zijn uitverkoren volk. Joden zijn geen Israëlieten. De Bijbel kent namelijk geen uitverkoren volk van Joden. Alleen een uitverkoren volk van Israël. Hoe dat in elkaar zit, daar kan ik op een ander moment wel eens over spreken. Maar mijn volk heeft geen kennis van het woord, nog van de geschiedenis van de volkeren van de Bijbel. En ook hun eigen vaderlandse geschiedenis kennen ze maar zeer slecht. Want deze lieden waren niet zijn schapen. Dat waren zelfs geen Adamieten en geen nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Daarom konden zij niet geloven. Paulus was goed toen hij bevestigd heeft dat Jezus gekomen was om de belofte te bevestigen die hij aan de vaderen gemaakt heeft. Romeinen 15 vers 8. Het feit dat Jezus is gekomen om het nageslacht van Israël te verlossen, wordt bevestigd in Psalm 77 vers 15. Gij hebt uw volk met machtige arm verlost, wie de zonen van Jacob en Jozef. Die wordt dus twee keer wordt laten zien dat Jacob 12 stammen en Jozef 12 stammen zijn. Want Jozef staat ook synoniem voor de 12 stammen van Israël. Een andere profeet, Amos, zegt het volgende over Israël. Amos 3 vers 2. Let op, hè. God zegt, u alleen heb ik gekend. Waaruit uit alle geslachten van het aardrijk. En daarom zal ik uw ongerechtigheden aan u bezoeken. Als je van Israël bent, dan heeft de medaille twee kanten. Hij heeft ons alleen gekend, maar wij hebben gezondigd, dus hij komt ons bezoeken en onze zonden worden ons aangezegd. Waarom zal God hen bezoeken? Nou, want zij hebben de wet ontvangen en overtreden. Israël onder de wet zou verantwoordelijk worden gehouden voor al hun zonden en overtredingen. De God van de Bijbel verklaart zichzelf om een God te zijn voor alle geslachten van Israël. Geen verzinsel van mezelf, Jeremia 31 vers 1. Te dien tijden, 2006, luidt het woord des Heren, zal ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dus God verklaart Israël dat zij voor eeuwig en altijd zijn volk zijn.
2 Samuel 7, vers 24. Gij hebt uw volk Israël voor altijd bevestigd tot het volk en gij, Heere, waart hun tot een God. Wanneer wij deze feiten in gedachten houden, moet het niet een verrassing zijn om de apostelen in Handelingen 5 vers 31 te horen zeggen tot betrekking tot Jezus: hen heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonde te schenken. De schrift spreekt weer van Jezus en zegt: uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de heiland Jezus doen komen. Handelingen 13 vers 23. Ik hoorde gisteravond tijdens een preek zeggen dat in Handelingen bij Pinksteren God opnieuw de gemeente heeft gesticht. De gemeente was iets nieuws. Of dat er in het Oude Testament geen gemeente bestond. Uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de heiland Jezus doen komen. Het is helaas zo jammer, als je het niet weet, kan je er niks aan doen. Ons volk, om maar dicht bij huis te blijven, wordt niet onderwezen in de kennis omtrent Israël. Omtrent het hele Oude Testament. Ik moet helaas zeggen, en ik zeg dat altijd met een bloedend hart, dat onze theologen niet in staat zijn om het Oude Testament goed uit te leggen. Niet dat ik zo knap ben, maar ik heb vele jaren gestudeerd in het Oude Testament. En op één ding heb ik vertrouwd: op de geest van die God van Israël. Je krijgt het niet aangewaaid, je moet er heel veel voor doen. Maar vandaag de dag willen veel christenen alleen maar consumeren, samenkomsten bezoeken, handen klappen en juichen. En dan lekker overgaan tot de orde van de dag. Zo zit het niet in elkaar. Jezus is gekomen als losser om Israël los te kopen uit de slavernij van zonde en dood. Paulus zegt dan in vers 1 en 2 van Romeinen 11, heel bekend stuk, velen halen dat ook aan. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? En dan hebben ze het altijd over de Joden. Dan zegt Paulus: volstrekt niet. Ik zelf ben een Israëliet, ooit geen Jood, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, 12 stammen, niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt? Om te laten zien dat Paulus uitsluitend gekomen is om naar die verheidenste Israëlieten te gaan, lezen wij in Handelingen 26 vers 7 het volgende. Welke onze 12 stammen door voortdurend nacht en dag God te vereren, hopen te bereiken, zegt hij: om deze hoop, o koning, word ik door de Joden aangeklaagd. Ook ik heb dat, ik word altijd aangeklaagd omdat ik sta voor de hoop van geheel Israël. Wie is een Israëliet? Dit is de relevante vraag voor een ieder die de Bijbel openmaakt. Elke gelovige moet voor zichzelf het antwoord vinden of het werkelijk een verschil maakt. De Bijbel is een Israëlboek van omslag tot omslag. En elke schrijver was een Israëliet. De Bijbel is een Israëlitisch boek. En niemand moet proberen om deze te begrijpen zonder om te weten wie Israël is. Jezus is als naaste bloedverwant, redder of losser gekomen om zijn volk, de Israëlieten, van hun zonden te redden. Dit is de eenvoudige waarheid en boodschap van de Bijbel. Alle die ernstig zijn om God te zoeken en te kennen, moeten tot deze waarheid komen. U moet dit voor uzelf niet houden. Help ons, als u dit bestudeerd hebt, om dat
verder te verspreiden onder ons Nederlandse volk. Kom, laten wij de greep van de leugen en de misleiding die over Gods volk, dus ook over ons volk, is uitgestrooid, laten we die verdrijven, hoe? Door de geest van de levende God. Recentelijk hebben we in Nederland weer een nieuwe Bijbelvertaling gekregen. Zo noem ik altijd, de Bijbel is het meest vertaalde boek, maar het minst gelezen boek. En ik zeg altijd, de Bijbel moet niet opnieuw vertaald of geschreven worden, maar alleen maar opnieuw worden gelezen. Alles en alle hebben misschien dezelfde mening, maar dat behoeft nog niet de waarheid te zijn. Maar de Bijbel is het woord van de God van Abraham, Isaac en Jacob, waarin zijn zoon de hoofdrol speelt met zijn volk Israël. Luisteraar, ik daag u uit, als u hiernaar geluisterd hebt en je hebt alle teksten bestudeerd, maak eens contact. We hebben veel studiemateriaal om te laten zien dat u werkelijk van Israël afstamt, dat u werkelijk een kind bent van die geweldige God van Israël. Ik popel om het u toe te sturen. En u kan zelf lezen. En de geest van God zal ons leren dat wij zijn kinderen zijn. Vader in de hemel, ik heb geprobeerd op een simpele manier om te vertellen hoe belangrijk het is dat uw volk weet wie Israël is. En dan beperk ik maar gewoon tot mijn eigen volk in Nederland. Eigenlijk nog kleiner, tot Friesland waar ik werk. Dat zij zullen gaan zien dat zij niet zomaar een volk zijn die ergens gedropt zijn. Dat we niet van Mars komen of uit een knal of van de apen afstammen. Maar Heer, dat wij een volk zijn die geleid zijn vanuit de ballingschappen naar dit gebied rond de Noordzee, waar u ons hebt beloofd, volgens uw belofte, dat we ons konden vermeerderen. We waren altijd een christelijke natie, een gezalfde natie, zo noemden wij ons, Vader, want wij wisten niet beter. We hebben altijd Jezus gediend en hem lief gehad, Heer, alleen de laatste decennia's hebben we geen belangstelling meer voor uw zoon. We hebben belangstelling voor allerlei godendom en daarom is de afval in ons land zo groot. Daarvoor bid ik, Vader, breng ons terug naar uw zoon. Laat uw geest ons opnieuw ontdekken, onze kindschap. En ik bid voor onze herders, Vader, dat het geen valse herders zullen zijn, maar werkelijk herders. De mensen snakken naar de waarheid, Vader. Help ons om die te verspreiden. In Jezus' naam. Amen.